Leden van de internationale sportorganisatie Aces Europe bezoeken vandaag de stad. 2 dagen lang komt de delegatie kijken of Arnhem kans maakt op het predicaat Europese Sportstad van 2018. Sportwethouder Gerry Elfrink nam hen mee naar Sportcentrum Papendal. Waarom is het voor Arnhem belangrijk dat u in 2018 deze nominatie krijgt? Ja, het is de nominatie om, wij proberen Europese Sportstad te worden. Dat is een erkenning die meerdere steden krijgen in Europa. Maar alleen steden krijgen die sport echt onderdeel hebben van hun samenleving. Nou, er gebeurt ontzettend veel in de sport in Arnhem. Een enorm rijke sportwereld hebben we. Duizenden mensen zetten zich daarvoor in. En dat doen ze ook met overtuiging. En sport heeft de kracht om mensen bij elkaar te brengen. Om een gezond leven te leiden, om meer plezier uit je leven te halen. Om kinderen te leren hoe ze met verlies om moeten gaan, hoe ze moeten samenwerken. Sport doet zo ontzettend veel. En dat willen we heel graag uitdragen. Dus het is ook vooral een erkenning en een prijs voor iedereen in Arnhem die zich inzet voor de sport en voor een betere samenleving. Dus ja, ik hoop dat we hem krijgen, die erkenning. En de jury is gisteren aangekomen, heeft al wat gezien. En is vandaag hier op Papendal. We zijn erg onder de indruk. Dus ik denk dat we een hele goede kans maken om die erkenning te krijgen. En dat is dan een erkenning voor de vele duizenden mensen die zich in Arnhem inzetten voor de sport. What are you doing here today? Well, we are visiting the sport facilities of Arnhem as a European City of Sport 2018 candidature. And we are starting today here in Papendal, and then we have a tough agenda and program in order to know what Arnhem is doing in terms of sport. So we are here with all evaluation committee from all around Europe, from Italy, from Slovakia, from Spain, and of course with 2 representative persons from Aces Netherlands. What is your impression of Arnhem and Papendal, and what is the difference with other cities? Well, I think that Arnhem is very well connected with the sport. They have a very high profile of a sportive city. Of course, that in the Netherlands, in Holland, we have a good profile of cities of sport. We have to remember Zegertogenbosch, Tilburg, Noordwijk, and even The Hague, which is a finalist in the award of the European Capital of Sport. But Arnhem is very strong. They have a good profile, a high percentage of active people, good facilities. A big budget dedicated into a sport. I mean, they have good reasons in order to become finally European City of Sport 2018.